En welkom allemaal! Dit thema heet Organen en Cellen. In dit thema leer je dat organen uit cellen bestaan. In je lichaam voeren organen bepaalde functies uit. Je leert een aantal organen met hun functies kennen. Ook leer je in dit thema hoe je eigenlijk met een microscoop werkt en bekijkt de bouw van cellen. Je leert ook nog eens wat chromosomen zijn en wat de rol van DNA is. Ooit van gehoord? Geen idee, we gaan het zien. De eerste paragraaf is organen en weefsels. Dit zijn de begrippen die erbij horen. Organen, orgaandonatie, organenstelsel, cellen, weefsel en tussencelstof. Een aantal van die begrippen die ken je waarschijnlijk nog helemaal niet. Als je ze wel kent, is dat alleen maar goed. En als je ze niet kent, dan komen ze straks allemaal aan bod. Als we gaan kijken naar cellen. Cellen zijn eigenlijk hele kleine bouwsteentjes waaruit ons hele lichaam is opgebouwd. Die hele kleine bouwsteentjes hebben ook nog eens onderdelen. Die noem je organellen. Als we hier in het plaatje kijken, dit zijn twee cellen van je wangslijmvlies. Dit is dus iemand geweest die heeft dit proefje gedaan en heeft hier een foto van gedaan. Misschien dat jullie hem in de les ook nog wel gaan doen. Als je, of misschien wel hebben gedaan. Als je naar de cel kijkt, dan zie je dat er hier een vliesje omheen zit. Dat heeft een naampje. Ook zie je dat er een puntje in zit. Heeft ook een bepaalde naam. Die namen, daar komen we straks op. Maar alle onderdelen van een cel. elk onderdeeltje is dus een organel. Nou, die cellen. Die zijn natuurlijk gewoon, dat zijn cellen, het zijn bouwsteentjes. Maar als er bouwsteentjes zijn met dezelfde vorm en dezelfde functie, en er, zijn er, een heel, er is een heel groot aantal van, dan noem je dat een weefsel. Een weefsel is dus alleen dezelfde cellen met dezelfde vorm en dezelfde functie. Dan noem je het een weefsel. Al die weefsels bij elkaar kan een orgaan worden. En als organen weer samenwerken met elkaar, noem je dat orgaanstelsels. Op deze website kan je heel makkelijk de organen leren. Als je erop klikt, kom je op deze website. Op deze website die zie je een torso. En als je dan op bepaalde organen klikt, dan kan je vanzelf dus de namen weten en kan je eigenlijk een beetje mee puzzelen. Je kan ook uh, oefening doen. Dan weet je niet wat het is. Je denkt iets en dan klik je het aan. En zo zou je dus heel makkelijk de organen kunnen leren. Allemaal verschillende soorten van orgaanstelsels zie je hieronder. Je hebt bijvoorbeeld het spierstelsel, het skelet, het bloedvatenstelsel en het zenuwstelsel. Dit zijn orgaanstelsels. Je skelet is dus geen orgaan. Elk botje dat jij in je lichaam hebt zitten, is één orgaan. Dus je vingerkootje, of je schedel, of een rib, of weet ik het wat voor, wat voor botten je allemaal in je lichaam hebt zitten. Elk botje is één orgaan. En al deze, deze vier orgaanstelsels werken eigenlijk alleen al samen om jou te kunnen laten lopen. En dan denk je, het zijn er misschien vier, maar toch missen er nog een paar. Nog een klein stukje herhaling. Een groep cellen met dezelfde taak noem je een weefsel. Dan moeten die weefsels, als ze samenklonteren, ze een orgaan maken. Als die organen weer gaan samenwerken, wordt een orgaanstelsel. Dit is een clip van Scholtenveel Beeldbank. Die zou je kunnen kijken. Moet je hem even overtypen, maar dat laat ik helemaal aan jullie over. En in de volgende. Video gaan we verder met de volgende paragraaf en dat gaat over de microscoop.